Bekentenisreading doen van jouw geliefde. Ik moet mezelf bevrijden van angsten en twijfel. Ik zit als een beurt, hè, als een vogel in een kooitje. Ik heb je weggedouwd, want hij wou niet de responsibility nemen, dus niet de verantwoordelijkheid nemen. Ja, ik voel me alleen gelaten door jou. En dat het triggert mijn kinderen, ja, vroegere kinderen, goed trauma's, dus problemen uit zijn jeugd. Als je kindertijd. Ja, het is heel moeilijk om mijn emoties te tonen. En daardoor is hij nog niet beschikbaar nu. En mijn masker houdt mij veilig. Ik moet mijn gevoelens faken. Dus wat hij zegt, hè, is allemaal fake. Dat is niet waar. Ja, I depend on you too much to let you go. Dus hij is eigenlijk ergens van je afhankelijk. Dus hij heeft eigenlijk dat hij een beetje afhankelijk is van jou. Ook van jouw liefde waarschijnlijk. Wat nog meer? Ik ben mijn vertrouwen in jou kwijt. En ik zie geen toekomst met jou meer. Ja, dan moet je niet naar luisteren hoor. Soms nemen ze wel eens afscheid, hè, en dan menen ze het niet, hè, want je blijft toch in het hoofd zitten. Ik ga door een rollercoaster van emoties en dat zou ik niet toegeven. Nee, en dan gaan ze raar gedachten krijgen, hè, van ik zie geen toekomst met je. Misschien nemen ze telepathisch contact op, dat ze zeggen, ja, ik stap uit deze connectie, deze zielsconnectie, mijn tweelingzielenconnectie. Omdat er zoveel speelt, een rollercoaster aan emoties. Maar dat is het masker wat hem veilig houdt. Dus, ja, hij vindt het ook moeilijk om zijn emoties te uiten. En je triggert hem zijn kindertijd eigenlijk. Hè? Waarschijnlijk is er veel gebeurd in de kindertijd. En hij vindt het moeilijk. Misschien ben je nog... Zit je nog vast zelf in een relatie? Maar hij moet ze eigenlijk vrijmaken van zijn twijfels en angsten. Want hij zit eigenlijk, schept hij eigenlijk een gevangenis voor zichzelf. Een koortje. En misschien zit hij nog vast in een andere situatie, hè? Een werksituatie of een andere relatie. Of een familiebanden of zo, hè? Dus er gaat heel veel emoties gaat door hem heen. Maar dat zal hij, hij wil stoer blijven natuurlijk, gaat hij niet zeggen. Dus in ieder geval, dankjewel voor het kijken en tot de volgende keer. Doei!